De vijf kunstenaressen van de Genker Kunstkliek organiseren in Casino Modern in Waterschei voor de vijfde maal een groepstentoonstelling waaraan een veertigtal Limburgse beeldende kunstenaars deelnemen. We zijn hier vandaag samen voor de vijfde keer. De vijfde keer dat de Genker Kunstkliek haar tentoonstelling geeft. Zee, Kunstkracht 21. En we zijn gestart in 2016. Hoe is dat verhaal begonnen? Wel, dat verhaal is begonnen in Simang. Cultuur Genk vroeg liefhebbers, want wij zijn allemaal maar amateurs, om een beetje een opleiding te krijgen als curator. En Gabriel kwam met het illustre idee, dat willen we verder zetten. En zo is het begonnen. We zijn dan met vieren gestart en we wilden een klein beetje de Genker cultuur op een bepaald niveau, niet dat niveau van de C-Mind toen, want dat was niet haalbaar voor ons. En zo zijn we gestart. Elk jaar andere deelnemers. En voilà, het resultaat kan u straks bezichtigen. Je ziet hier vijf straffe madammen. Ik weet, op Radio 2 hebben we er drie, maar in Genk hebben we er vijf. Met het feit wat jullie vandaag doen en al vijf jaar op rij doen. Namelijk, al curerend, uiteindelijk ervoor zorgen dat kunstenaars uit de regio een plek krijgen. En zichzelf kunnen laten zien van hun beste kant. En dames, dat vind ik echt wel bewonderenswaardig. Want jullie zijn allemaal nog piepjong, maar het geeft ook wel wat werk. Maar dat doen jullie niet ter eer en glorie van uzelf. Maar wel van onze gemeenschap van kunstenaars. De tentoonstelling is zo merkwaardig omdat ze zoveel verschillende kunstenaars en verschillende beeldende technieken tentoonstelt. De tentoonstelling is toegankelijk woensdag tot en met vrijdag van 13 tot 17 uur en zaterdag en zondag van 11 tot 17 uur. En dit tot 3 januari. Op 25 december en 1 januari is de tentoonstelling gesloten.